Hallo. Ik ben hier samen met Janouk. Wij maken opnames voor het Klokkenhuis. Klokkenhuis, daar zien we de regisseur en de geluidsman. Ja. Cameraman, geluidsman, zwaaien. Hoi. En dat is de regisseur. Kijk, zij maken daar ondertussen ook hun eigen filmpje. Hij slaapt, er komt een melding. Oh, melding. De batterij is bijna leeg. Ja, maar we overleefden. En dit is onze ster van de show. En niet jij, Leo. Nee, sorry. Ik ga naar Leo toe. En Coco. Coco is helemaal onze ster, hè? Onze prinses. Onze prinses mag ook meedoen. Nou, jullie horen straks weer. Heel goed, Betty. Oké, kom. Dan ga ik je ook even laten zitten. Goed zo. Kijk eens. Blijf. Zo. En nou kan ze dus ook liggen. Wel opgeleid door Aniek, hè? Ja. Even snel, hè? Ja. Zo zie je maar, het werkt heel snel. Bent die weg bij die plas, hè? Het werkt heel snel. En hoe kan je nou het beste omgaan met je man? Moet je wel echt de baas spelen of juist niet? Nou, de baas spelen, dat klinkt wel heel negatief, hè? Dat lijkt alsof je de hele dag vertelt op een lullige manier wat je moet doen. Maar ik zie het als positief leiderschap. En dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat betekent dat jij je hond helpt en een goed gevoel geeft, doordat jij hem aangeeft wat wel of niet goed is. En daardoor voelt hij zich heel veilig en zou hij automatisch jou volgen. Dus je hoeft niet echt de baas te spelen, maar hij moet wel op jou kunnen vertrouwen dat jij zegt wat de bedoeling is. Ja, dus jij bent wel echt de baas, om het zo maar even te zeggen. Je bent wel echt zijn leider. Ja, je bent wel echt zijn leider die hem helpt wanneer het nodig is en waar hij op kan vertrouwen. Oké. Nou, Bert. Draaien. Hoor je dat? Hij is helemaal weg. Gaat ze daar liggen? Stop! Dan mag jij een beetje. Hey Coco. Doe je zo goed je best? Intensief, maar we hebben hele gave beelden opgenomen. Dus ik hou jullie op de hoogte van wanneer de uitzending plaatsvindt. Duurt nog wel even hoor, ik verwacht een halfjaartje of zo. Ik ga ook echt nog een keer beloven om vaker te vloggen of leuke beelden op te nemen. Maar ja, sorry, klein beetje tijdgebrek af en toe. Vandaag hebben we wat leuke shots gezien van hoe dat gaat op zo'n draaidag. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vonden. En ik ga nu snel in bad en naar bed. En dan spreek ik jullie later. Doeg!